Er is een heel groot gedeelte wat puur offline was. Mensen die de straten gaan, zich oriënteren en uiteindelijk offline kopen. Dat is hard aan het dalen. Maar er is een heel groot tussenvlak in waar mensen zich online oriënteren. En uiteindelijk offline gaan kopen. Mm-hmm. En dat zien we uit de plaatjes van Forrester die bijvoorbeeld volgen. Dat horen we uit gesprekken met bijvoorbeeld de prijsvergelijkers. Kieskeurig en dergelijke. Die ook aangeven van eigenlijk komen heel veel mensen zich bij ons oriënteren. Maar we weten dat ongeveer 75% van de mensen gaat uiteindelijk offline wat kopen. Nou, we hebben gedacht, daar moeten we eens op inspelen. Plus wat wij ook zien is eigenlijk die trend van die integratie van online en offline. Eerst gingen we alles puur online op de desktop. En zeker door mobiel. Dan gaan we zien steeds meer die versmelting eigenlijk van de offline wereld en de online wereld. Hey, maar als je dan naar kijkt, nu heb je die fysieke winkels waar mensen ook nog binnenlopen om te oriënteren, te kijken, et cetera. Maar dan zie jij een toekomst voor je dat je afhaalplekken hebt, met name, in plaats van winkels waarin je oriënteert. Want wat is eigenlijk het handige van jullie doen is dat je kan denken, ik wil het kopen, maar ik wil het ook nu of binnen een uur hebben. Exact. Dus er zijn gewoon een aantal use cases waarin je het of nog even wil aanraken of er zit een tijdsfactor in. Waarbij online dus niet voldoende is. Nou, ik persoonlijk denk dat e-commerce natuurlijk lekker door gaat groeien. Dat zal zeker naar de 30, misschien 40 procent gaan. Maar er blijft dan nog dat grote stuk voor die andere use cases waarin mensen het offline willen halen. Nou, waarbij je vragen, je zegt van komen er dan misschien afhaalpunten? Dat je in ieder geval wel die tijdsfactor hebt. Dat zou goed kunnen, maar dan moet je bij die afhaalpunten mini-magazijntjes maken. En eigenlijk zijn al die winkels allemaal mini-magazijntjes. Nee. Maar onze visie is dat als wij weten overal wat er op voorraad is, hebben we eigenlijk in een stad als Amsterdam één groot magazijn. En als je vanuit dat magazijn zou kunnen leveren, doordat mensen het gaan ophalen, maar ook eventueel door een 1 uur bezorgdienst. Ja. Nou ja, dan heb je eigenlijk die win-win situatie. Aan de ene kant kan de consument zich mooi oriënteren, de experience van de winkel. Gewoon het discovery, lekker rondlopen. Aan de andere kant ook dat je precies weet wat waar ligt, zodat je het snel kunt leveren vanuit de plek waar je het misschien niet verwacht. Hey, hoeveel bezoekers hebben jullie inmiddels op jullie platform? Nou, we zijn natuurlijk klein begonnen. Groeien zo'n 40% maand op maand sinds september. Nou, we zitten nu ongeveer op zo'n 50.000 visits. Visitors net iets minder, maar veel mensen die ons 1, misschien 2 keer in de maand bezoeken. Dus het zijn nog kleine aantallen op onze eigen platform. Ja, en sinds september bezig? September zijn we landelijk, ja. Is dat een beetje het conform wat je had voorgesteld, je targets? Nee, je hoopt natuurlijk altijd de verhalen uit San Francisco en Silicon Valley. Laten we dan even relateren aan je business case. Ja. Daarin heb je targets opgenomen. Wat stond daarin voor eind mei? Daar stond in dat we ongeveer op dit niveau in april moesten zitten. Dus zitten we net een maandje zitten we daar dan achter. We hopen dat we tijdens de zomer op zo'n 100.000 zitten. Ja, en dan moet je doorgroeien. En dat kost tijd. Dat zie je eigenlijk naar alle platformen die in Nederland groot zijn geworden. We beslissen natuurlijk ook al een jaar of wat is het, 7, 8 bezig. Heeft dat opgebouwd, heeft nu een prachtige positie natuurlijk. Dus dat hopen we ook. Maar om dat toch te versnellen, zoeken we eigenlijk ook partnerships met andere partijen. Zo hebben we bijvoorbeeld net een integratie met de telefoongids gedaan. Op zich een platform waar iedereen zegt van ja, maar dat gaat toch hard omlaag. Dat klopt. Maar ze hebben nog steeds miljoenen visits per maand. En het is wel een van die plekken waar mensen nu gaan zoeken naar een winkel in de buurt. Andere plek is natuurlijk Google. Nou, daar zetten we heel erg in op local SEO. Dus zoekmachine marketing is natuurlijk al jaren actief. Met name die webshops die dat heel erg goed doen. Die de internetmarketing experts binnenhalen. Mm-hmm. Maar omdat wij die data met een lokale component hebben, kunnen we eigenlijk vrij goed met producten en winkels omhoog komen als mensen die lokale zoekopdrachten doen. Nou, en daar loopt Google nu natuurlijk ook hard te roepen van. Ja, dat is eigenlijk een heel groot gedeelte van de zoekopdrachten. Hey, hoe ga jij ervoor zorgen, of hoe ga jij de bedrijven helpen die nog niet zo goed geoutilleerd zijn, om te laten weten wat ze nu op voorraad hebben? Want dit is mooi, het stuk van de ketens. Maar die andere winkels zijn natuurlijk ook super interessant. Ja. Nou ja, sterker nog, ik denk eigenlijk dat die kleine winkels voor de wow-factor gaan zorgen. Ja. Dus het is heel handig dat je nu kunt zien bij welke winkels, bij welke ketens je iets kunt kopen. Maar uiteindelijk, stel je voor dat je, ik was op zoek naar een klamboe. En op de Roosgracht hier in Amsterdam zit een prachtige winkel die alleen maar klamboes verkoopt. Dat is eigenlijk de winkel die je naar boven laat komen. Is het op de Prinsengracht of is die verhuisd? Ja, hij zit op zo'n hoekje van de Roosgracht, met een van die straatjes daar. Prinsengracht, vlakbij de Roosgracht. Ja. En het prachtige winkel. En je wil graag dat die winkel natuurlijk naar boven komt. Maar die heeft op dit moment geen voorraadsysteem, zover ik weet. En wat wij eigenlijk willen gaan doen is toch tools ontwikkelen om die kleine winkels toch te enablen. Met name via mobiel, omdat ze in de winkel staan. Ze willen niet s'avonds nog achter hun computer voorraden gaan bijhouden en dat soort zaken. Dus met de mobiel in de winkel op de rustmomenten foto's van producten kunnen invoeren. En ook eventueel met die voorradigheid wat kunnen doen.
hoeft het ook niet altijd een technisch systeem te zijn. Je zou natuurlijk ook kunnen denken aan systemen waarbij op het moment dat je zoekt naar die klant, en wij weten dat het in principe daar verkocht wordt, dat we snel een message via een WhatsApp, via een bestaanssysteem of via een eigen message-integratie in onze app, dat je heel snel die vraag stelt, heb je er eigenlijk nog op voorraad? En dan zit er natuurlijk wel een kleine delay in voor de gebruiker. Je ziet het misschien eerst bij de HEMA. En dan krijgt hij een paar seconden misschien later terug van, hé, met die mooie klantbouwwinkel heeft het ook. Ja, hoe kom je nou op zo'n idee? Ja, dat zijn we net ook af te vragen. Nee, want... Kun je dat terughalen? Dat jij met, ik weet niet met wie je dit aan het doen bent. Ik ben met twee partners gestart. En je had net wat te veel bier gedronken. En opeens zegt iemand, weet je wat we gaan doen? Nou, het komt een beetje in de buurt, maar niet helemaal. Nee, ik heb twee partners, Job Hoebe en Sebastian Amman. Met z'n drieën zijn we dat gestart. En dat begon met brainstormen in Vertigo in het Vondelpark. Inmiddels Vondelpark 3 heet het, geloof ik. Vele avonden na het werk daar gaan zitten brainstormen van, we wisten dat we iets wilden met een onderneming. We wisten ook dat we iets wilden met die retailer. De achtergrond in elfen bij mij en bij Sebastian is heel erg in de digitale marketing. En we zagen eigenlijk dat voor als hoofd online marketing bij eBay. En zelfs dan moet je je best doen om alles bij te houden. Laat staan die retailer die eigenlijk met hele andere dingen bezig is. En die wilden we gaan helpen. En daar is eigenlijk het idee geboren. Nou, toen gingen we rondkijken van, nou, is er al zoiets? En toen zagen we in Amerika een partij die heet Mylo.com. Die werd gekocht door eBay ongeveer rond het moment dat wij starten. Nou, we zeggen, nou, daar zitten een aantal goede elementen in, die nemen we over. En dan voegen we een aantal eigen elementen aan toe. En daarmee zijn we uiteindelijk gestart. Ik zie nu iemand die zegt dat jammer dat er geen lage resolutiestream is vanuit Kenia. Is het niet te doen? Oké, gaan we volgende week oplossen. dit verhaal vertellen, zeg maar. Waar komt het idee vandaan? Waar zitten nou voor jou de grootste winsten die je kan halen en de grootste problemen die je moet oplossen? Nou, ik denk het grootste probleem daar maar mee te starten is... dat we online natuurlijk hele mooie methoden hebben om de effectiviteit door te meten. Iemand klikt op een link en bestelt en dan mooie cookies of andere methodes. En dat we zien dat er een transactie plaatsvindt en dat is offline natuurlijk lastiger. En mensen komen bij ons op de site, die zoeken een product, bijvoorbeeld een babyfoon. Vinden dan een winkel zoals de Kijkshop of de BCC. Bekijken het product, zien dat het op voorraad is. En dan kunnen ze bij ons reserveren. En dan sturen ze een online flow waar we het allemaal mooi kunnen meten. En merendeel van de mensen gaan natuurlijk gewoon stap uit, loopt naar de overkant van de straat. Vertellen ze niet dat ze via jou gevonden hebben. Vertellen helaas niet dat ze via vooruit komen. Dus dat is een van de uitdagingen van hoe kunnen we nou tackelen dat we toch kunnen meten dat uiteindelijk iemand die winkel inloopt. Nou, er zijn dingen voor. Hè. Er zijn wat oudere technieken zoals coupons. En er zijn ook nieuwe technieken zoals iBeacons en met hele nauwkeurige plaatsbepaling dat we dat gaan proberen op te lossen. Maar hoezo zou je dat dan met iBeacons oplossen? Want even iBeacons is zeg maar de Bluetooth technologie die op kleine schaal. Maar als ik thuis op mijn computer heb gezocht en gevonden, hoe los jij dat dan op met die iBeacons? Hoe weet jij dat ik dan zeg maar weer die persoon ben? Wat we graag willen is dat mensen dan op een bepaalde manier gaan inchecken met onze app. En daar willen we een koppeling gaan leggen tussen desktopgebruik en het mobielgebruik. Dus dat we waarschijnlijk in de komende maanden gaan invoeren zijn accounts. Dat als je account gebruikt op je desktop, waar je lekker of op je tablet, waar je lekker op de bank op zoek bent naar producten. En je liet net al zien alle producten die je ziet. Je klikt een beetje rond en je ziet in één keer iets wat aan de overkant wat er is. Je zegt van goed, dat sla ik even op in mijn wishlist. Op het moment dat je dan bijvoorbeeld langs die winkel komt, dat wij zeggen, hey, dit product stond op je wishlist. De winkel hier ernaast heeft het op dit moment op voorraad. En loopt naar binnen en waar we bijvoorbeeld een bepaalde incentive geven om in te checken. Ja. Of aan de hand van die locatiebepaling als de gebruiker dat goed vindt. Je vertelde net, je hebt eerder bij eBay en bij Skype gewerkt. Wat heb je daar geleerd wat je nu meeneemt? Bij eBay heb ik echt het digitale marketingvak geleerd. 6 jaar gezeten, van 2001 tot en met 2007. Dat was echt de opkomst van Google. De zoekmachine marketing heb ik daar echt geleerd vanaf de basis. AdWords bestond nog niet toen ik startte. Dus dat soort dingen neem je natuurlijk mee. En een later moment in je carrière pak je ook de dingen als Facebook en de social kant op. Affiliate marketing heb ik daar echt veel van geleerd. Dus dat zijn echt de dingen die ik daar opgepakt heb. En ook daar ben ik uiteindelijk manager geworden. Dus ook een aantal management kwaliteiten opgepikt. Bij Skype heb ik met name het productvak. Ik deed product strategy. Dat zat een beetje tussen corporate strategy en product management in. Wat houdt dat dan in dit geval? Mijn rol was eigenlijk om met corporate strategy te kijken van oké, waar gaat het een beetje naartoe de komende 3-4 jaar? En om dan met product management te denken van welke dingen moeten we dan nu gaan ontwikkelen, of moeten we nu gaan starten of gaan onderzoeken om over 4 jaar een bepaalde positie in te nemen. Dat was een deel, ander was de concurrentiestrategie. Dus Google Voice werd op dat moment bijvoorbeeld gelanceerd. Ja. Dat is natuurlijk voor Skype heel spannend. En daar heb ik bijvoorbeeld al op een project op gezeten. Ja, maar als je dan dat meeneemt, hè, want waar gaat jouw vak over jouw bedrijf die komende 3-4 jaar naartoe?
Nou ja, ik denk waar het naartoe gaat, wij denken dat voorraadinformatie een nieuw basisblok wordt van het internet. Dus je hebt online zijn we dat al lang gewend. En ik denk dat die voorraadinformatie van fysieke locaties, dat een soort basis wordt voor allerlei nieuwe innovatieve diensten. We hadden het net al over snelle belevering. Daar gebruik ik bijvoorbeeld eBay het voor. eBay Now is gebaseerd op Milo, op de data van Milo en Google Shopping Express. Dat zei Ed Alkema net inderdaad ook via Twitter. Bedankt Ed. Ja, inderdaad. Maar dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld wat wij zien is het showrooming effect. Dat mensen de winkel inlopen met hun mobiel checken of de prijs niet goedkoper is online. Dat kunnen wij ook omdraaien als we die informatie hebben. Dus als je nu op bol.com zit en je hebt onze Voradis Chrome extensie. En je bekijkt een bepaald product waarvan wij weten dat het om de hoek te koop is. Dan komt er een schermpje omlaag en dan zeggen wij, hey, dat product is ook om de hoek te kopen. Ja, maar dit snap ik nou juist niet van jullie platform. Want je noemt even de prijsvergelijking. Ik denk dat de belangrijkste driver is waarom mensen ergens iets kopen. Dat is een factor, maar het is niet... Ja, maar wel de allerbelangrijkste. Als je weet wat je wil, kan je vervolgens kijken waar het goedkoopst is. Dat is op zich niet wat uit de onderzoekjes komt die ik zeg maar op de verschillende congressen. Maar wat ik niet begrijp, want je zou het eenvoudig kunnen toevoegen. Misschien kun je het even laten zien, Martinus. Want ik probeer altijd alles tijdens de uitzending. Heb je wat gekocht of niet? Ik ben de laatste tijd wat aan het verdiepen in GoPro-camera's. Dus ik heb eventjes mijn adres in de Jordaan ingetypt. En ik zeg, ik wil een GoPro. En dan krijg je allemaal winkels waar ik echt liever niet gevonden wil worden. BCC, de Dixons, de Saturn, de Mycom en de Mediamarkt. Ja. Maar ik zie nergens waar die nou het goedkoopste is. En dat apparaat is echt niet beter of slechter bij de Saturn of bij de GoPro, weet ik waar. Wat heb ik hier nou aan? Nou, in Elfol heb je, weet je, de plek waar je het kunt gaan bekijken om het nog even vast te houden. En is het nou inderdaad zo licht als ik denk? Hoe is dat gevoel erbij bij die GoPro? Misschien dat je dat wil. Misschien dat je zegt van goed, ik heb hem al eens een keer van een vriend. Dan kun je het ook online bestellen. Maar als die case daar is en je zegt van ik wil dat nog even vasthouden, dan vertellen we je in Elfol waar je hem dan nog even kunt vasthouden. En dan is het natuurlijk aan die winkel om jou te converteren. Het enige wat jij wil doen, is het faciliteren voor mensen die niet online durven te kopen. Die niet online durven te kopen of die niet kunnen wachten. Als ze tot morgen moeten wachten. Je hebt vanavond een feestje. Daarom gaan al die online winkels gaan al op dezelfde dag bezorgen. Ja, die ontwikkeling is zeker gaande. En ik denk dat wij met onze data ervoor kunnen zorgen dat dat nog sneller kan. En er zijn ook de situaties waarin je het wel durft en op zich niet snel nodig hebt, maar dat je het wel wil voelen. Bijvoorbeeld bij kleding. Mensen worden echt ziek van dat ze... Het is makkelijk dat je 4-5 dingetjes van Zalando kunt bestellen. Ja, maar en dan, gecombineerd met de trend dat de fysieke winkels gewoon in hoog tempo uit het straatbeeld verdwijnen, zeg je eigenlijk, mijn platform, daarbij focus ik op artikelen die je alleen maar koopt als je ze kunt vasthouden. Met andere woorden, je richt je op een heel klein segment van spullen die altijd offline verkocht zullen blijven. Altijd. De ook niet in geloof, want dat bestel ik. Er wordt veel online. Met een beetje een dwarse bui steek. Nou ja, maar het zijn terechte vragen. Want dit is wat iedereen denkt van. Dat online dadelijk het merendeel van commerce gaat worden. Dat zou best kunnen. En dan wordt onze waarde een stuk kleiner. Maar ik denk dat A, dat heel lang duurt. En B, ik denk dat minimaal 50% van de commerce nog heel lang offline zal blijven bestaan. Ik denk ook dat juist die cross-commerce concepten steeds succesvoller worden. Waar je misschien de experience in de store hebt. Van een hele coole Nike schoen. Maar dat geloof ik wel. En dat je wil weten waar die dan is. En waar die dan misschien ook in jouw maat is. Zodat als je hem echt cool vindt, dat je hem meteen mee kunt nemen. Maar wat jij zegt, als je het woord zegt van nog heel lang. En als ik even met mijn vriend Stekel meega. Dan zeg je eigenlijk, we zijn met een soort korte termijn business bezig. Nou nee, dat zou ik ook weer niet willen zeggen. Ik denk dat, wat ik al zei, ik denk dat e-commerce doorgroeit, maar dat er altijd een rol blijft voor een platform als Voradis. Ik denk dat mensen, dat er altijd situaties en use cases waarin mensen het gewoon offline willen kopen. En op dit moment is dat gewoon nog 90% van de aankopen. Dat is natuurlijk gigantisch. Ja, maar tegen de trend in. Dat is heel erg tegen de trend in, heel counterintuïtief. Misschien soms moet je juist inderdaad iets doen waarvan iedereen denkt van... Ik zie ook de voorbeelden van de flagship stores, hè? De wat jij zegt. Maar daar zie je juist de trend dat mensen daarheen gaan. Bij de auto's zie je dat nu. Kom naar de flagship store. Je kunt in alle auto's zitten, je kunt een proefrit maken. Maar vervolgens zeggen ze daar dan, als je hem wil bestellen... Doe hem online op Metals Online. Want dan kun je netjes je bekleding intikken, en je velgen, en je banden, en je extra's en je weet ik wat. En dan gaat dat hele bestelproces geautomatiseerd. Ja.
Ja, dat klopt. En we zien het ook bij andere winkels. En bijvoorbeeld een mooie kookwinkel bij het Hoofddorpplein, vlakbij ons kantoor. Divine and Delicious. En die krijgen van die zuilen. Dat je, als iets niet op voorraad is, dat je dat dan op die zuil kunt bestellen. Dan wordt het gewoon naar je huis gestuurd. Ik denk dat het voordeel voor de retailer is dan. Die klant is die winkel binnengekomen. Je hebt die klant en die relatie. Als hij dan op die zuil bij jou bestelt, heb je nog steeds natuurlijk een verkoop via je fysieke locatie bewerkstelligd. Ook al is dat een online transactie en wordt het uiteindelijk thuis gestuurd. Maar je gelooft echt nog dat mensen een relatie hebben met de Dixons en de Mediamarkt en al die winkels die jij, de BCC, in plaats van met de GoPro of dat ze denken ik wil een Samsung-televisie omdat dat de beste zijn. Jij gelooft echt nog in die fysieke... Ik geloof dat er een rol is voor fysieke winkels. Ja. Ik denk dat dat voor een stuk bij de ketens ligt. Ik denk dat het zeker voor een stuk bij de specialistische winkels zit. En die moeten we zo snel mogelijk ook op ons platform zien te krijgen. Want alleen de ketens worden op een gegeven moment ook een beetje saai. Maar ik denk absoluut dat daar een rol voor is. Ik denk dat dat... Bert de Boer vraagt inderdaad hier aansluitend op. Of eigenlijk tegelijkertijd. Hij zegt, ik mis het loyalty-verhaal hierbij. En waar zijn mensen trouw aan? Zeg, ja, is het aan het merk of is het aan zeg maar, de BCC die hier op 10 meter vandaan zit? NS1 hoor, maar ik aan de merken. Weet je, ik wil gewoon een GoPro en niet een andere. En waar ik hem koop, dat zal mijn worst wezen. En zou je dan nog advies willen hebben over welk type GoPro en welke accessoires erbij handig zijn? Nou, bij de GoPro kun je dat prima online allemaal vinden. Ja. Ja. En de reviews van mensen die hem gebruiken, kun je kijken welke case jij hebt en waar die het beste bij past. Ja. Ja, ik denk dat we hebben het heel vaak over intern op kantoor, over de context waarin je iets koopt. En ik ben bijvoorbeeld een groot fan van boeken. Ik koop ongeveer 1/3 van mijn boeken koop ik in de boekhandel. 1/3 koop ik op Amazon of Bol. En 1/3 koop ik als e-book. Ja. En het heeft, dus ik ben niet één type koper. Ja. Ik koop redelijk veel online, maar ik ben niet één type koper. En dat ligt vaak aan de context. Ik vind het heerlijk om te snuffelen in de Scheltema en in de Merk & Boekcenter. En dat is een andere experience. Daar koop ik gewoon die producten die ik op dat moment daar zie. Ja. En zeker als ik bijvoorbeeld naar een bepaald boek op zoek ben, dat ik dat even doorheen kan bladeren. Ik vind het heerlijk om even naar die inhoudsopgave te kijken of eventjes zo doorheen te gaan. Hey, toch even een vraag van Johan Schaap op Twitter. Die natuurlijk ook gezien jouw enorme ervaring in het verleden bij niet de minste. Heb jij een visie op winkels en e-commerce in zijn algemeenheid? Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Ja, ik denk dat een paar trends zie ik eigenlijk. Eén trend is degene die je ook ziet en die iedereen ziet en misschien wat overdreven wordt, is dat e-commerce alleen maar belangrijker wordt. Dus dat zie ik zeker. Waarbij ik dus de kanttekening heb, er blijft nog steeds een gigantisch deel offline. Tweede trend die ik zie is dat merken steeds machtiger worden. En je ziet ook dat steeds meer merken die sprong maken voorbij een retailnetwerk en eigen winkels gaan openen. Ja. Denk bijvoorbeeld aan Van Gils die altijd via retailers en die nu ook eigen flagship stores op verschillende plekken hebben. En het derde is dat winkels echt toegevoegde waarde moeten gaan leveren. En er zijn helaas te veel ketens en te veel winkels die dat niet doen. Er zijn ook steeds meer winkels die het wel doen met een specifiek assortiment, met een bepaalde service, met een bepaalde experience. Nou, en ik denk dat daar, dat het die kant op gaat, dat de vlakke middenmoot toch voor een groot gedeelte wegvalt. Of het moet echt supersnelle belevering vanuit de buurt zijn en heel goedkoop. Maar anders valt het weg en dan komt het toch op die brands en die experiences voor de fysieke wereld en daarnaast het online gedeelte. En wat ik denk dat je heel erg zult zien is dat je vanuit online dus mensen die naar de offline winkels gaan en mensen in de offline winkels die via hun eigen smartphone of via die kasten en schermen uiteindelijk online bestellen. Ik denk dat zo dadelijk door elkaar heen loopt dat ik heb een 7 maanden geleden een jongetje gekregen. Ik denk dat die later helemaal niet meer over online en offline praat. Ik denk dat die het gewoon over kopen en commerce heeft. En dat er altijd een digitale component in zit, linksom of rechtsom. Dat is denk ik heel normaal op dat moment. Hey, wat jij net aangaf als voorbeeld van ik hou van boeken en ik ga naar de winkel. Ik heb een geschiedenis in de muziek en je hebt altijd mensen die zeggen, ja, vinyl is helemaal terug. En dat betekent van dat het bijna niet meer verkocht, verdubbeld naar een beetje verkocht wordt. Hè. Maar bedoel, laat eerlijk zijn, vinyl stelt natuurlijk helemaal niks voor als je het op de hele, muziekmarkt ziet. Laten we eerlijk wezen, het gaat voor boeken geldt dat op termijn toch ook. Natuurlijk zullen er altijd winkels blijven bestaan, zoals Scheltema, maar voor de liefhebbers. Maar voor de grote hoeveelheden mensen is dat toch gewoon helemaal niet meer belangrijk. Ik denk dat daar gaat een correctie komen. Maar jij wil je toch niet richten op die uitzondering? Jouw ambities zijn groter, toch? Absoluut, absoluut. Maar ik denk dat die uitzondering opgeteld nog steeds 50% minimaal van commerce is. Ja. Dus dat is niet een niche, maar dat is nog steeds. Jij bent gewoon voor de mensen eigenlijk zoals ik, die altijd vergeten dingen te kopen als je ze echt nodig hebt. En dat je dus niet een uur kan wachten of een halve dag. Maar dat jij kan mij dan vertellen waar ik heen moet rijden.
om het nu te kopen. Dat we daar nou 23 minuten voor nodig hebben. Ja, maar, absoluut, absoluut. Dat is denk ik. Maar hoeveel stekels zijn er? Dat is de belangrijkste, de belangrijkste use case. Nou, ik denk dat er heel wat zijn. Ja. Ja. En als dan al die webwinkels beginnen al met op dezelfde dag. En ik zie al winkels die binnen een uur gaan bezorgen. Ja. Maar dat laatste is natuurlijk heel moeilijk, want een echte pure player kan niet binnen een uur leveren. Hè, op een heel breed assortiment. En ik denk dat, daar, ja, maar zelfs die drone moeten vanuit een centraal magazijn komen. En dan kun je buiten elk groot centraal magazijn zetten, zoals Amazon doet. Maar dan nog is het heel moeilijk om echt binnen een uur te leveren. Als ik weet jouw locatie en ik weet het product wat je zoekt. En het maakt niet uit welke winkel het is. Maar ik weet waar dat product het dichtst bij jou is. Dan kan ik daar wel voor zorgen. In samenwerking met een logistieke partner. Hè. Dat doen we niet op dit moment. Maar die kant zouden we wel graag op willen. Oké, dus en, je maakt eigenlijk ook van elke winkel een webwinkel. Dat is wat je doet. Een magazijn voor een webwinkel. En dan wordt het nog steeds uit een fysieke locatie gekocht. En in dit geval wel thuis bezorgd. Maar dat belang van die fysieke winkel. Dat fysieke kleine magazijntje waar je ook nog experience hebt. Ja, dat was wel een belangrijke rol. En gewerkt hebben bij internationale bedrijven als Skype en eBay. Waarom ben je met een lokaal bedrijf begonnen? Nee, we denken dat we ons eerst lokaal moeten bewijzen. Het is een start-up, dus je moet puzzelen. We geloven heel erg in de lean start-up methodologie. Dus die proberen we zoveel mogelijk toe te passen. Niet te puristisch, maar wel zoveel mogelijk. En eerst gewoon die aantal hypothesen bewijzen in de Nederlandse markt. Maar de ambities zijn absoluut om de grens over te gaan. Dat is ook waarom we financiers hebben aangetrokken om uiteindelijk het nu in Nederland zo snel mogelijk te kunnen uitbouwen. Dan de grens over kunnen gaan. Want het vreemde is eigenlijk dat in Amerika zijn er een aantal spelers. En er zijn dus een aantal opgekocht door Walmart, door eBay. Maar in Europa zie je eigenlijk weinig of geen spelers. Alleen in Engeland zit een speler, Udosi, die eigenlijk hetzelfde doet als wat wij doen. Shuttle was ook een beetje in die richting, maakt ook koppelingen met voorraadsystemen. Dus dat ook aan eBay verkocht. Dus wij willen absoluut snel, als we die tijd nog gaan krijgen. Wil je zelf groot worden of wil je liefst verkocht worden gewoon aan eBay? Nou ja, kijk, het is de vraag, kun je alleen groot worden? En kun je met het kapitaal wat in Europa voorhanden is, kun je daarmee alleen zelfstandig groot worden? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Het zou heel erg leuk zijn, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Dus ik denk dat het op een gegeven moment binnen een aantal jaar belangrijk wordt dat we een partner vinden, een strategische partner, of overgenomen worden om onder de vleugels van een grote partij dat verder uit te kunnen bouwen. Want je ziet dat Google is bezig met initiatieven. Ze hebben nu in Google Now in Amerika gelanceerd dat als jij op Google gezocht hebt naar een bepaald product en zij weten dat een bepaalde winkel dat product in principe verkoopt, dus ze weten niet de voorraadinformatie die wij wel weten, dan komt er in Google Now zo'n mooie kaart omhoog. Het zegt, hey, die winkel die heeft dat in principe in het assortiment. En je ziet gewoon dat Google daarheen beweegt. Eén stapje verder en ze zijn er ook, zeg. Ja, zij hebben alleen die voorraadinformatie nog nodig. Nou ja, die hebben wij, dus ze mogen bij ons aankloppen om samen te werken. Uiteindelijk een vrij simpele koppeling vanuit het perspectief van Google. Ja, alleen daar technisch is dat te doen. Het is niet super simpel, maar het is ook niet super complex. Maar dat heeft ook heel veel met relaties te maken. Dat heeft veel met processen, interne processen bij bedrijven te maken. Ja, daar zijn we nu al zo'n 2 jaar mee bezig. Om die relaties te bouwen, om die processen in te gaan. En die koppelingen te maken. En dat begint nu echt wat op te leveren. Ja, je zegt dat je extern geld hebt. Wie zijn jullie investeerders? We hebben een, Voor hoeveel? We hebben een groot fonds, of een fonds, dat heet Javest Investments. Dat is een relatief nieuw fonds. Redelijk wat participatie gedaan de afgelopen 9 maanden, geloof ik. Het is een Nederlands-Mexicaans fonds. Er zitten Nederlandse en Mexicaanse mensen achter. En 2 angels die daar nog op bijgelegd hebben. Vonden het prettig om niet alleen maar één partij te hebben. Dus die zitten op dit moment erachter. En daar hebben we €250.000 mee opgehaald om in ieder geval de eerste periode verder uit te kunnen bouwen. Ja. We zijn nu bezig met een tweede ronde. We zijn al redelijk ver gevorderd met een aantal partijen. En dan zou het geld ophalen wel even af moeten zijn. Ja. Ja. Als jij kijkt naar, je zegt we beginnen in Nederland en willen internationaal. Je hebt ongetwijfeld ook gekeken. Welke rol speelt cultuur, lokale cultuur in gedrag, in winkels en et cetera. Want dat is natuurlijk altijd een. Aan de ene kant heb je globalisering. Aan de andere kant blijft lokaal een belangrijk ding. Dus doen mensen boodschappen in Duitsland of in Colombia of et cetera? Ja. Is dat nog een belangrijk component voor jullie succes internationaal? Ik denk dat het een hele belangrijke component is. Ik weet dat ook nog uit mijn tijd van eBay. Dat we zagen dat in verschillende landen verschillend gereageerd werd op eBay. Bijvoorbeeld Duitsland had zeker op dat moment nog heel veel hele rare openingstijden. Of wat wij dan inderdaad hele rare en vervelende openingstijden zouden vinden. Dus dat verklaarde voor een deel het succes van eBay in Duitsland.
Bedoel, zaterdagmiddag om 12 uur dicht of zo. Om 12 uur dicht. Dat is gewoon lastig en misschien ook vaak vroeg dicht en dergelijke. Dus dat is al waar je een verschil ziet. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de US en hier. De US is natuurlijk redelijk gefocust op de grote winkelketens. Relatief weinig kleinbedrijf. De mom-pop stores, zoals ze dat daar noemen. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld in Nederland en in Duitsland weer een stuk sterker. En in Engeland zit daar denk ik een beetje tussenin. Ik heb niet de illusie dat ik al heel erg van al die markten weet wat de verschillen zijn. Maar die zijn er zeker. En daar proberen we wel rekening mee te houden op het moment dat we die stappen gaan maken. Er komt nog een vraag op Twitter of we je ook nog even wat over je eBay-tijd mogen vragen. Mag dat? Dat mag zeker. Ja, hoor. Waarom is de site zo lelijk? Is de site zo leuk? Gaat het dan over eBay of Marktplaats? EBay? Want meestal krijg ik die vraag over Marktplaats. Oh, ja. Nou, we zouden hem ook over startpagina of over allerlei andere. Ja, moeten sites lelijk zijn om succesvol te zijn? Maar goed, dat is een andere vraag. Dat is een beetje misschien in dezelfde richting. Daar zou ik bijna ja op gaan antwoorden. Ik heb geen idee waarom. Zeker op dit moment ziet de eBay er heel anders uit dan in de tijd dat ik er zat. In 2007 ben ik weggegaan. Het is op dit moment een compleet andere frontpage en experience. Yeah. De marktplaats waarvan veel mensen denken dat die nog hetzelfde is als op 2004 toen eBay het overnam. Nou, je moet maar eens met de Wayback Machine kijken, die is echt veranderd, maar dat is zo gradueel gegaan. Ja. En ik denk dat de grote factor is dat mensen houden niet zo van verandering. Ook die mensen die online zitten niet. En we zagen ook vaak dat als we een verandering maakten, en dat hebben we bij eBay en Marktplaats gezien, dat heb ik ook bij Skype gezien, dan krijg je meteen een golf van kritiek over je heen. Daar hebben we genoeg gevallen gehad waar we dat toch even terug moesten draaien. Ja. Waarvan wij dachten dat we wel heel voorzichtig waren. Dus als je ooit lelijk begint, dan je kunt beter je lelijk blijven. Je kunt beter goed beginnen inderdaad. Ja, het is natuurlijk ook op een bepaald punt is het mooi. Ik denk, ik vind bijvoorbeeld Pinterest op dit moment een prachtige site, prachtige interface. Maar wellicht dat we over een jaar of acht ook zeggen, nou, dat ziet er oudbollig uit. Ja, maar zo heb je dus, het grappige is, een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld naar Reddit kijkt, waar mijn zoontje heel veel op zit. Dat voelt voor mij als een site van, als je het over de Wayback Machine hebt. Ja. Maar ja, het is een super populaire site, kennelijk omdat hier die waarde vertegenwoordigt. Er zitten geen visuele elementen in. Precies alleen wat Patrick Loonstra op Twitter zegt. Niet mooi, check, maar herkenbaarheid is key in deze wereld. Als het werkt, dan werkt het. Ja, dat denk ik ook. Eens, ja. Absoluut. Ja. En soms ook eenvoud en misschien zelfs dat wat goedkoper uitziet, is ook een bepaald imago wat je meeneemt. En bijvoorbeeld van Marktplaats is natuurlijk belangrijk dat je kunt daar de koopjes jagen. Dus dan moet het er niet te mooi en te duur uitzien. Als het geld dan verspilt in je beleving, dan verspilt het aan andere dingen, zeg maar. Ja. Hey, als we jou over een jaar weer uitnodigen, waar wil je dan staan? Nou, ik hoop dat als ik hier over een jaar weer zit, en dat zou ik graag doen om te vertellen wat er in de tussentijd is gebeurd. Dan hoop ik dat we in elk geval in een aantal Europese landen gestart zijn. Dat zullen we waarschijnlijk in eerste instantie vanuit Nederland gaan doen. Maar wellicht dat we zelfs al met één of twee mensen on the ground daar actief zouden zijn. Dat zou ik heel erg prettig vinden. Ik zou het heel prettig vinden als wij het model in Nederland hebben kunnen stabiliseren. Dat we die echte useraantallen zien binnenkomen. Dat vooral gebruikers veel terugkomen. Dat is een van de factoren waarvan we hebben gezegd dat vinden we een hele belangrijke factor. Als mensen bij ons op de site komen, dat ze uiteindelijk weer terugkomen. Dat zien we gelukkig ook stijgen. Maar dat is nog absoluut niet op het niveau waar ik het zou willen hebben. En het zou leuk zijn, maar dat kost meer dan een jaar. Dat Voradius als merk ook wat bekender is en in de hoofden van de mensen zit. Als ze denken van ja, dat moet ik hebben, maar waar koop ik dat nou? Ja. Hey, denk je dat voor Nederland is voorraad en Radius is helder? Hè? Maar als je nu naar Duitsland gaat, hoe heet het dan? Ja, dan is het nog steeds op dit moment het idee dat dat Voradius zou zijn. Ja. Maar we hebben ook Store Radius, wat misschien iets meer in het Engels duidelijk is. En we denken ook, je hebt namen zoals Skype, wat in principe niks betekent. En we denken dat in buitenland Voradius ook iets is wat op zich niks betekent. Zo is. Je moet gewoon je eigen lading eraan gaan geven. Wat gaan we even laten zien? Even kijken of jullie al in de wat toch ook een commodity is geworden. Als je gewoon een Toyota Aygo wil hebben. Ja. En je denkt, nou, het is 7 uur vanavond, ik heb zo'n auto nodig. Zullen we vanavond nog hebben? Ja. Ik durf het dan misschien, weet je. Dus ik tik in Toyota en dan verwijs je me naar de kijkshop. Ja, dat is wel naar de Bruna. Zou je eens op de kijkshop kunnen klikken? Want dan zien we de producten die daar naar boven komen. En dan zien we dat een Toyota naaimachine. Ja. Je moet ietsje specifieker zijn, hè? Die kan je niet op gaan halen in de Bilderdijkstraat. Overigens kan ik al verklappen dat auto's zullen er niet op staan. We hebben gekozen echt voor producten die je in elk geval mee kunt nemen. En we hebben geen voedsel, want waar je een pakje boter koopt en de kaas, dat weet je wel.
Dus die food producten die hebben we er buiten gelaten. Ja. De hele grote producten zoals boten en auto's en zo, die zitten er ook niet in. Drogisterijproducten zitten er nu niet in, maar daar willen we uiteindelijk wel ook gaan toevoegen. Maar het zijn met name dingen met een stekker, boeken, speelgoed, kleding, maar ook schoenen. Wel, eigenlijk dingen die ook wel eens niet op voorraad zijn. En ook de dingen die niet op voorraad zijn, waar het heel frustrerend is als je een winkel inloopt en het heb het niet. Ja. Dan wil je toch weten waar het dan op zijn minst wel is. Ja. Oké, helder verhaal. Oké, hartstikke bedankt man. Graag gedaan. Tot volgend jaar zou ik willen zeggen. Succes. Ja. Dankjewel. Hey, we bedanken Stef van der Ziel die overigens op dit moment kijkt. Niet zozeer Stef van der Ziel, maar met name zijn bedrijf Streamzilla. Die zorgt ervoor dat de stream bij je thuis komt. En Stef vertelt een paar dingen. Hij vertelt dat hij ons nog een nieuw logo gaat sturen. Omdat we kennelijk met een oud logo van Streamzilla nog prijken. Maar nog belangrijker, hij zegt van binnenkort moeten we onze stream adaptive maken. Want volgende week heeft hij een nieuwe player. Dus dat is waardevolle informatie voor nu. Even kijken, we doen het al bijna 3 jaar. Ik denk dat we het volgend jaar 3 jaar doen. Ik hoop dat we nog in deze studio zitten. Dat gaan jullie dan ook meemaken, want er is hier van alles te doen rondom dit pand. Faillissement, doorstart, noem het allemaal maar op. We hebben net alles helemaal een mooi nieuw ingericht. Maar we zullen het wel. We zullen het volgende week wel zien. En jullie gaan het ook zien. Ik heb nog een caravan waar we al. Oh ja, die caravan. Ja, ja. Want we hebben volgende week namelijk echt hoog publiek. Ja. Onder meer Mark van Twitter. Ja. Dus die moeten we wel in jouw caravan ontvangen. Dan een berichtje van nu.nl. Ja. Dus kijk volgende week live. En als je nu on demand kijkt, weet je dat je inmiddels een stuk of 300 van deze topnames kunt terugkijken. Kijk je nu live, blijf hangen. Want we gaan zo direct verder over VC for Africa. Dankjewel. Dag.